Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, heeft gisteravond in het kader van de Dag der Verpleging haar laatste groep B-verpleegkundigen gehuldigd. B-verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de verpleging van mensen met een psychiatrische beperking. De huldiging sluit ook aan op het thema van de Dag van de Verpleegkundigen, vindt PCS-verpleegkundig directeur Herman Ginty. Het thema voor dit jaar is de kracht van verpleegkundigen bij verandering en gezondheid. Zij behoren tot de grootste groep gezondheidsmedewerkers die rechtstreeks in contact is met patiënten en ze worden gezien als de ruggengraat van de gezondheidssector. Ginty stond stil bij de inzet van deze bijzondere groep. Vanavond bij de komst van u als B-verpleegkundige vroeg ik me af en ik constateer dat er bijzonder veel kracht nog steeds huisvest in u als B-verpleegkundige. Kracht om te veranderen. Als ik kijk naar PCS van nu, het is niet tot stand gekomen zonder de kracht welke u gepresenteerd hebt tijdens uw loopbaan. Aanwezigen. Vanaf 1953 hebben opleiders gemeend om voor de professionele verzorging van personen met een psychiatrisch probleem de zorg toe te vertrouwen aan gediplomeerde B-verpleegkundigen. En dat weet u zelf. Deze B-verpleegkundigen hebben dus vanaf dat moment met alles wat in hun vermogen lag, kennis en vaardigheden toegepast binnen maar ook buiten de grenzen van Suriname in het belang van de geestelijke gezondheidszorg van die doelgroep. En wel onder zeer erbarmelijke toestanden en omstandigheden. Verpleegkundig directeur van het PCS, Herman Ginty. Hij sprak gisteravond bij de huldiging van de B-verpleegkundige van de gezondheidsinstelling. De huldeplechtigheid vond plaats in de Flex Mall.